Jean-Marie, je hebt hier tafeltjes gezet op de dijk. Mocht ik burgemeester zijn, ik zou de terrassen van de horeca open doen. Waarom heb je dat niet gedaan? Omdat ik niet mag. Want ik kan niet opkomen tegen mijn eigen commissaris. Wij hebben daarover nagedacht. Ja. Maar als er een ministerieel besluit is, dan ben je gegouden om je daar... Ja, je moet dat uitvoeren. En als ik bijvoorbeeld burgerlijk ongehoorzaam zou zijn, en ik doe toch die terrassen open, is mijn korpschef verplicht om dat terug te sluiten. Ik heb geprobeerd om het open te krijgen, 3 weken aan een stuk in het parlement. En weet je wat nog het ergste was? Dat was de Horecabond zelf. Want op een bepaald moment kom ik in het parlement en de ministers roepen mij apart. Mevrouw Verlinde roept mij apart. En Egbert Lachaert, in naam van de Kroo. En ze zeggen, Jean-Marie, want ik had de parlementaire vraag gesteld. Zeggen ze tegen mij, Jean-Marie, het is niet onze schuld. Het is de Horecabond die gezegd heeft, liever allemaal op 1 mei. En nu niemand. Maar dat verwondert mij toch. En de Waalse horeca die heeft nu een filmpje gemaakt om te zeggen, wij gaan sowieso open op 1 mei. Dat hebben ze in Vlaanderen blijkbaar niet gedurfd. Maar ik heb toen de voorzitter van Horecabond Vlaanderen opgebeld. Ja. Ik moest zeggen, het heeft gestoven in de telefoon. Okay. Ik was ook heel kwaad. Ja, hij hield zich eraan. Zeg, als jullie zelf nog niet opkomen voor de rechten van de mensen die het terras hebben, want zij vonden dat discriminatie, dat waren er anderen die geen terras hadden en zo. Ja. En zij vonden dat discriminatie. Ja, ik zeg, als jullie er niet voor opkomen, wat kan ik nog meer doen? Ja, dat snap ik wel. Ja. Dan hoor ik ook de mensen zeggen dat vaccineren sneller moet gaan. Ik vind dat mensen 24-7 gevaccineerd moeten kunnen worden. Jullie moeten allemaal naar Oostende. Zou jij dat doen, 24-7 vaccineren? Er liggen nog 700.000 vaccins in de frigo ook, hè? Ja, maar absoluut. En dat is de grote fout. Want ik weet ook in Cienzano zelf. Ja, ja. Ik heb een mail liggen van iemand, van een prof die ook in Cienzano zegt, dat de gekheid zelf is dat men onmiddellijk ook die eerste spuit moet geven aan iedereen. Zelfs duurt het langer voor anderen. Dus die 600.000 of 700.000 die er liggen, zouden ze onmiddellijk moeten opgebruiken en 24 uur of 24, zaterdag en zondag, doorwerken. Dat zouden ze echt moeten doen. En dat is ook... Ja. Maar je hoort daar niet over. Nee, hè? De media lopen mee in dat verhaal. Dat is het grote probleem. Ja, ik vind dat ook. Nu, wij dragen hier nu geen mondmasker op de dijk. Waarom draag jij er geen? Omdat dat hier niet hoeft. Kijk een keer. We hebben de mooiste lucht, de zuiverste lucht, jodium in de lucht. We hebben plaats. En ook, het is wetenschappelijk bewezen dat je in de buitenlucht quasi niet besmet wordt. Het is 20 keer gevaarlijker binnenin dan buiten. En ik ga de mensen die hier nu komen, die nemen toch afstand, die houden afstand ten opzichte van elkaar, die respecteren dat allemaal. Dat is geen probleem om op de zeedijk een keer te laten uitleven. Mensen sporen van binnenland naar hier, worden ook al gehambeteerd op de trein, want ze moeten aan het venstertje zitten. En ik hou hier nogal een stuk van de vrijheid. Ik noem Middelkerk een beetje de City of Freedom. Ja. Maar ja, dan de nieuwe lippen, zo'n beetje het buitenbeentje van de kust. Ik kan me de pretentie van dat ik een tweede lippen ben niet aanmeten. Ik ga dat niet doen. In Brussel komen de jongeren nu op voor hun vrijheid. Ik zou dat ook gedaan hebben als 18-jarige. Het is wel uit de hand gelopen op een gegeven moment met heethoofden. Maar snap je de jongeren? Ik snap de jongeren, absoluut. Want kijk, mijn kleinzoon studeerde in Gent. Mm-hmm. En hij zegt, pp, ik kom niet naar huis nu in het weekend. Waarom niet? Hij weet niet of hij een trein heeft. Ja. Dus hij weet niet of hij kan opstappen. Hij kan rustig 2-3 uur staan om een plaatsje aan het venster te hebben. Ik begrijp absoluut de jongeren. Ik begrijp ook de ouderen. Dat men moet kunnen uitbreken. En wat u ook zegt, het schandalig is dat er altijd een groep krapul mee loopt. Ja. Die er dan misbruik van maakt om Hans de Boel te verpesten. Mm-hmm. Maar de politie kent ze ook. Hè. Ja? Wat is er gebeurd? 1 aanhouding. Eén aanhouding voor alles wat er gebeurd is. Daar zit dan het probleem. Ja. En de jongeren die je dan goed menen, die een keer uitbreken, die een keer in het park zitten. En ik heb er ook alle begrip voor. Want de jongeren worden besmet, maar er is geen gevolg. Ja. Dat is een grote problematiek. Want als je 15.000 besmettingen van een min 25-jarige, op 15.000 leidt het tot iets. Ja, de Vlaamse jeugdraad staat nu voor van, kijk, laat ons de eventsector kleine optredens organiseren in buitenlucht, dat wij een beetje kunnen genieten als jeugd. Ik ben daarvoor. Zou dat mogen in Middelkerk? Ja, want er zijn hier korte optredens. Als je even wacht, wij houden dijkoptredens. Mm-hmm. Er lopen hier groepjes voorbij die muziek maken en die voor ambiance zorgen. Ah, ja. Ook vandaag. Ah, leuk. Ja. Dat moeten we nog eens gaan bekijken dan. Zeg, en in het parlement wordt er, Annelies Verlinden, de minister van Binnenlandse Zaken, bereidt een pandemiewet voor om onze vrijheden eigenlijk te beperken. Ik vind dat onze vrijheden nooit mogen beperkt worden, ook niet door een wet. Ga je dat stemmen? Ik ga dat niet stemmen, nee. Oh. Je mag altijd op mijn woord geloven. Toen zei je dat men het veel verandert, maar die wet stem ik niet. Nee, absoluut niet. Ik ben niet alleen
voor de vrijheid ben ik ook een beetje libertair. Hè. Ja, of een libertariër eigenlijk. Ja, dat is de overtreffende graad van liberaal zijn. Nee, maar het is het moment om echt voor onze vrijheid te vechten. Mm-hmm. Omdat er te veel absurditeiten zijn. Kijk, dat is toch een absurditeit dat ik hier mag, dit tafeltje zeggen. Mm-hmm. Ik zet dit tafeltje hier. Ik dacht dat het niet ging mogen, maar minister Verlinden heb ik gehoord op nieuws gisteravond. Dat ze zegt dat dat prima was. Maar hinder staan er heel mooi afgezette terrassen. Die mogen niet open. Mensen zouden daar rustig uit de wind kunnen zitten, met de nodige afstand. En dit mag niet. Hoe absurd kan het allemaal zijn? Je hebt dat toch ooit gezegd? Subsidies zijn een soort van Sinterklaas? Zijn cocaïne voor de elite, heb ik ooit gezegd. Ja. Subsidies zijn cocaïne voor de elite. En dat is zo. Ja. Dat is terug zo'n elitair gedoe. Maar toch geef je nog subsidies in middelkerken. Ja, maar waarom heeft die schommelpoedel ook... Die schommelpoedel, waarom heeft hij ook subsidies gekregen? Mm-hmm. Op basis van het elitaire. Men gaat een allochtoontje, een succesvol allochtoontje. Ja, en we gaan die onmiddellijke pakpoen geven. Kunnen we de particratie eigenlijk bestrijden in België? Ja. Je kunt de particratie met volksvertegenwoordigers te kiezen die mondig zijn. En als ze mondig zijn, om ze niet te straffen. De Middelkerk is nog mijn ultieme droom. Ja? Het casino plaatsen, nieuw gemeentehuis, nieuwe toevluchtswegen. Er komt hier een volledig nieuwe dijk. Prachtige nieuwe dijk. Okay. 55 miljoen euro ervan uittrekken. Dus, en iedereen is hier tevreden. Iedereen welkom. Alle Brusselaars welkom. Dank u, Jean-Marie.